en Europort, dat is Feyenoord. Feyenoord, Feyenoord, het rood en wit van Feyenoord, dat schittert aan de baas. Feyenoord, Feyenoord, hand in hand met Feyenoord. Uitstekend gedaan tegen Van Duivenbode. Nu snel plaats, heeft er goed geplaatst naar Wim Jansen. Wim Jansen rukt naar de stapte van binnen. Nou eens even kijken wat er van terecht moet komen. Dat wordt misschien gevaarlijk voor AC Milan. Nu is trouwens Wim Jansen de bal. Ik had even verkeerd gezien. Jansen bij mij is schot. En open. Oh, zit hij erin? Nee, nee toch. Zit erin? Hij zit erin. Oh, ik dacht dat hij overzeilde. Hij zit erin. Het is een doelpunt. Ik dacht dat hij erover zeilde. Maar hij dook in het bal in de hoek. En toen het zin is, staat daar geslagen in het doel. En Wim Jansen wordt daardoor, alle Feyenoorders wordt hij overhelst en gepakt en treitel is eruit. En iedereen is gek geworden. Ze staan hier voor mijn ramen te dansen. 1-0 voor Feyenoord na 7 minuten spelen. Ik zag die bal daar met een zwaai naar het doel te gaan. En één vliegen van Wim dat hij over zou gaan. En dat leek er wel op dat hij over zou gaan tegen, maar hij maakte zo'n krankzinnig effect. Hij ging tegen de binnenkant van de paal en ging aan de andere binnenkant van de paal, ging hij erin. Maar hoe hij erin gaat, dat kan allemaal niks schelen. Het was een krankzinnige hoek. We hebben Wim Jansen daar een schot te wagen. Coutinho reageerde niet, er stond nog een verdediger die hem misschien had kunnen wegkoppen. Maar hoe dan ook, hij zit er toch maar weer in. Dat gaat wel de doelpunt van Wim Jansen. Ja, hij kreeg de bal dus op rechts aangespeeld. Hij wilde hem een voorzet geven. Hij zwaaide dus over de keeper heen tegen de verste paal zo het net in. Dames en heren, hoort u nog het gejuich? Het is gebeurd, het doelpunt is gemaakt. Feyenoord staat met 2-0 voor en heeft al bijna de kwartfinales bereikt. Een juichtoon, een juichkreet, een juichgolf door het stadion van de 66.000. Koemelijn was het tegenstander gepasseerd, naderde Snellinger. Snellinger kon er niet meer bij, kwam de voorzet, kwam op het hoofd van Van Aanigem. En Van Aanigem dook als een snoek en de bal die joeg in de touwen. En Philip Curicini die er nog naar dook, was reddeloos. En dat betekende 2-0 in het voordeel van Feyenoord. Dik verdiend, het had tot 3-4-0 kunnen zijn. Maar die verdediging van AC Milan die bleef maar achter. Die bleef zich maar samenklonten. Er was niet doorheen te komen. Maar dit AC Milan was te verslaan. De Feyenoorders hebben het juist aangevoeld. De triomf van de tactiek, de triomf van de techniek, de triomf van het doorzettingsvermogen. Het is een fantastisch doelpunt geweest. De bekroning van een schitterende partijvoetbal. Van een tactisch uitgekookte partijvoetbal. Ja, ik kreeg die bal van links dus. En ik kopte hem erin. En toen haalde ik hem dus uit het net gewoon. En toen keken we dus op die klok, hoe lang er nog te spelen was. Ja, voor de rest, op dat moment sta ik er niet bij stil, zag ik. Daar staan de woorden hand in hand. En wat er bij Feyenoord gebeuren zal, ze blijven altijd aan de bal. Elke zondag 2:30, dan staan ze op het veld. Tegenstanders worden dan geveld. Het hele stadion dat schreeuwt en brult, hup Feyenoord!
net zo lang totdat er is gescoord. Het is de trots van Rotterdam, je hoort het in de bus en op de tram. Rood en wit, dat is de kleur, dat staat op elke keukendeur. En ons Jantje schreef op het behang, Feyenoord is toch voor niemand bang. En op het oude ledikant, daar staan de woorden hand in hand. En wat er bij Feyenoord gebeuren zal, ze blijven altijd aan de bal. Na een half uurtje brult het stadion die zit. Ome Piet verliest zijn kunstgebit. Kameraden hand in hand schreeuwt heel het legioen. Hanegum die speelt hem door naar Koen. Wees de trots van Rotterdam, je hoort het in de bus en op de tram. La 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 la. Het oude ledikant, daar staan de woorden hand in hand. En wat er bij Feyenoord gebeuren zal, ze blijven altijd aan de bal. Feyenoord, Feyenoord, dat is de nieuwe
opa en ons oma kwamen ook nog even langs. Ze liepen samen hand in hand en helemaal in trance. Mijn opa liep in rood en wit en oma die zag groen. Ze riepen luid, we hebben feest, de club is kampioen. Feyenoord, Feyenoord, dat is de kampioen. Daar is niets meer aan te doen. Feyenoord, Feyenoord, dat is de nieuwe kampioen. Mijn zus en haar verloofde kwamen ook wat later thuis. En toen ze binnen waren, dachten ze hier is iets niet pluis. Ze vroegen toen aan moeder, zeg wat is er aan de hand? Maar die pakte ze toen stevig vast en zongen hand in hand. Feyenoord, Feyenoord, dat is de kampioen, daar is niets meer aan te doen. Feyenoord, Feyenoord, dat is de nieuwe kampioen. De buurman van beneden hoorde ook dat luid gefeest. En nam zijn vrouw toen mee naar boven en zei heel bedeesd. Ach buurtjes, doet u mij een lol en ga niet zo tekeer. Maar oma pakte hem toen beet en riep, daar gaat hij weer. Feyenoord, Feyenoord, dat is de kampioen. Daar is iets meer aan te doen. Feyenoord.